Ja, nou ja, omdat je dus inderdaad graag je, je informatie wil hebben, erover uh, uh, na wil denken, keuzes wilt kunnen maken, denk ik dat het gewoon praktisch voor iedereen geldt. Dat je een jaar van tevoren als het kan, uh, uh, met bewuster bezig gaat zijn met het zwanger worden. Gezond eten, foliumzuur en geen alcohol. Een gezonde baby krijgen begint al voordat je zwanger bent. Wat kun je zelf doen om je toekomstige kind de beste start te geven? We gaan erover in gesprek met gynaecoloog Annemarie marie Mulders. Hoi, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van In Opname. Dat is de podcast van het Erasmus MC. Mijn naam is Berit sinter -Niklaas. En mijn naam is Jochem van Laar. En ook uh, leuk dat je kijkt deze keer. Hè? Ja, want we doen het een beetje anders. Ja, deze keer uh, wordt het ook gefilmd. En uh, is de aflevering naast terug te luisteren ook terug te kijken... Op YouTube en op onze social media-kanalen, weer Ja, dus uh, gaat dat zien? Gaat dat zien, ja. Of luisteren gewoon, kan ook altijd. Exact, ik zou zeggen. Nou, introduceer onze gast voor vandaag. Ja, we zitten hier vandaag met Annemarie Mulders. Welkom, Annemarie. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Fijn dat je er bent. Je bent gynaecoloog uh, met het uh, verloskunde als specialisatie. Je werkt hier in het, uh, Sophia, het Erasmus MC Sophia. En we gaan het vandaag uh, hebben over zwanger worden en dan specifiek uh, gezond zwanger worden. Want dat is iets waar je heel veel aandacht voor hebt hè, en heel veel passie voor hebt. Uh, je weet er ook heel veel van. Uh, we gaan het hebben over waarom is het nou belangrijk om al aan je zwangerschap te denken voordat je zwanger bent. Uh, hoe doe je dat eigenlijk? Wat kun je zelf doen? Wat kan je partner doen? En uh, hoe kunnen jullie daarbij helpen? Uh, ja, gezond zwanger dus worden. Is er dan ook zoiets als ongezond zwanger worden? Ja, nou, dat is denk ik inderdaad wat. Het is een hele nieuwe stap tak van sport. Hè? Uh, zeker is er zoiets als ongezond uh, zwanger worden. Ik denk dat het belangrijk is om meer te benadrukken dat gezond zwanger worden een nou ja, vereenvoudigde benaming is om uh, voor je zwangerschap als aanstaande ouders al bezig te zijn met de uh, gezondheid nog van je Ongeboren kind. Hè? En dus ja. Een zo optimaal mogelijke gezondheid. We weten dat je als kind eigenlijk nou ja, ontwikkelt. Uh, en dan gaat het ook om de nou, laatste fase van uitrepping van de eicel en de zaadcel in een ongunstige omgeving. Of in een ongunstige omgeving al heel vroeg in de zwangerschap, dat dat van invloed kan zijn op de uitkomst van de zwangerschap. Dus ja. op die korte termijn gezondheid, maar ook op gezondheid in het latere leven. Uh, he, fysiek, mentaal, maar ook met kansen die je als kind hebt in de, in de maatschappij om ja. daar te slagen. En, en kun je eens wat voorbeelden noemen van dingen die dan ongezond zijn of dingen die je uh, kunt veranderen ja. voordat je dus al uh, zwanger bent? Ja, we delen dat eigenlijk altijd op, noem ik, in een aantal nou ja, domeinen of factoren. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan uh, leefstelfactoren, zoals bijvoorbeeld heel vaak wel bekend hè, het gebruik van alcohol of rookgedrag. Maar je moet natuurlijk ook denken aan, uh, en aan eigenlijk nou ja, ongezondheid van aanstaande moeders, bijvoorbeeld chronische ziekte of het gebruik van medicatie, blootstelling. Aan, uh, aan een infectie in en rondom de zwangerschap. Dus dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de uitkomst en die je. Nou ja, kunt verbeteren. Uh, en een andere manier om daar ook aan na te denken is in ieder geval dat je als ouders geïnformeerd een keuze kunt maken. Ja. Dus het gaat niet zozeer alleen om het verbeteren, uh, maar met name dat mensen geïnformeerd worden en zelf eigenlijk die eigen regie hebben over hoe kan ik nu zorgen voor de gezondheid van mijn kind. Ja, ja, dus wat, dat je, ja precies. Ja, wat gebe, gebeurde dat dan niet al? Is dat iets, uh, iets nieuws? Ja, dus. Nou ja, voor, voor mij als verloskundig zorgverlener al wel iets wat we een aantal jaren weten. Yeah. Maar uh, waar echt nog eigenlijk de, de praktijk enorm achterblijft. He, we weten uh, dat gewoon een groot deel van de vrouwen met kinderwens, uh, bijna de helft, die uh, gebruikt bijvoorbeeld een onvoldoende hoeveelheid foliumzuur. Uh, we weten ook dat er nog steeds gerookt wordt voorafgaand aan de zwangerschap. Maar we weten ook dat uh, nou ja, ouders eigenlijk nog onvoldoende geïnformeerd worden, he, eigenlijk standaard. Dus uit naar nou, spontaniteit, over bijvoorbeeld de invloed van een chronische aandoening op de uitkomst van je zwangerschap. Ja, ja. Dus dat gebeurt absoluut ja. nog onvoldoende. Ja, want we gaan later verderop in de podcast ook even over kijken wat tips en tricks. Wat, waar kun je aan denken, waar moet je, uh, wat kun je zelf doen, et cetera. En ook uh, wat, wat kan de man doen. Want daar komt natuurlijk ook. Dat uh, is ook belangrijk, wordt ook vaak vergeten, begreep ik. Um, uh, ja, want hoe gaat het nu in de praktijk dan? Wie, welke patiënten uh, zie jij? Ja, nou, ik ben hier als gynaecoloog natuurlijk in het Erasmus MC werkzaam, en dat betekent dat ik veelal uh, patiënten zie. Op mijn sprekerspecialistische preconceptiezorg. Ik denk dat het goed is om te noemen dat preconceptiezorg bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. preconceptie, ja. Wat, wat pre pre ja, ja Oké, okay. ja, ja. voor de luisteraars en ja. de kijkers. Nee, preconceptie is eigenlijk. Nou, conceptie is het uh, ontstaan van de zwangerschap. En pre betekent voor. Dus preconceptiezorg betekent heel kort zorg voorafgaand aan de zwangerschap. En we hebben daarbij natuurlijk algemene adviezen. Die gelden voor iedereen. Dus of je iedereen met een kind wenst, die willen we graag de algemene adviezen geven. En dan heb ik als nou, zorgverlener, als gynaecoloog. Heb een spreker dat heet specialistische preconceptiezorg. En daar zie ik veelal paren waarbij een van de aanstaande ouders een onderliggende gezondheidsprobleem heeft. Of waarbij mensen eerder zwanger zijn geweest. Waarbij die zwangerschappen nou, gecompliceerd zijn gelopen. Dat bedoelen met een ongunstige uitkomst voor moeder of kind. En dan maak je met elkaar voorafgaand aan de zwangerschap een nou, meest zo Optimaal mogelijk plan uh, om een zwangerschap na te streven. Of je kunt ook besluiten om nog even af te zien hè, van die zwangerschap, omdat hè, de situatie nog niet ideaal genoeg is om een zwangerschap na te streven. Ja, ja, en hoe ver ja. van tevoren is dat al? Ja, nou, uh, we, die, die invloed op die laatste fase van de uitrijping uh, van zaad- en eicellen, die is, nou, formeel eigenlijk inderdaad, hè, 14 weken zeggen we dat die periconceptieperiode begint. Um, dus 14, dus, als, dus als je. Als een zaadcel een eicel bevrucht, is dat 14 weken eerder al begonnen? Zeg ja, jij zeggen we inderdaad. Vanaf dat ja. moment, dat noemen we de nou, periconceptieperiode, die begint van 14 weken voorafgaand tot de eerste ja. 10 weken van Best de zwangerschap. Ja, dat is drie maanden. Drie ja. maanden, ja. Ja, ja zeker. Ja. En dus ja. in, die drie, drie vooraf, al, uh, ja, in die drie maanden vooraf moet je eigenlijk al maatregelen nemen? Ja, dat klopt. In die drie maanden voorafgaand moet je eigenlijk al optimaal zijn. Ja, uh, ja. En, uh, dat en wanneer ben je optimaal? Ja, nou, dat, dat is da daarom bijvoorbeeld... als je dan kijkt naar een chronische aandoening... bijvoorbeeld, hè, suikerziekte... Uh, die we kennen, waarbij je suikerspiegel... goed gereguleerd moet zijn, dat is... Of bijvoorbeeld hoge bloeddruk, dat is niet van het een op het andere moment. Dus vandaar dat we eigenlijk altijd zeggen: praktisch wil ik een patiënt graag een jaar van tevoren al zien. Of bijvoorbeeld een ander belangrijk fenomeen: is... we zien toch helaas steeds meer vrouwen met overgewicht en een kindermens, of paren eigenlijk, waarbij beide ouders overgewicht hebben. Een normaal gewicht ja, past eigenlijk bij een grotere kans op een goed verloop van de zwangerschap. En afvallen, dat, heeft, ja, dat kost gewoon tijd. Ja. Uh, dus vandaar dat ik praktisch zeg, ja, ik zie de mensen het liefst een jaar van tevoren. Ja, ja. ja. want zijn het dan, uh, je hebt het nu over mensen die uh, onder, onderliggend uh, lijden hebben of nee. een aandoening. Geldt dat echt alleen voor deze mensen of geldt dat eigenlijk voor iedereen? Um, ja, nou ja, omdat je dus inderdaad graag je, je informatie wil hebben, erover uh, um, na wil denken, keuzes wilt kunnen maken, denk ik dat het gewoon praktisch voor iedereen geldt. Dat je een jaar van tevoren, als het kan, ja. uh, uh, met bewuster bezig gaat zijn met het zwanger worden. Gezien die, die invloed. Voor je, voor je kind, wat ik net eigenlijk al noemde. Maar het is natuurlijk ook een mooi moment. Hè. We weten dat aanstaande ouders ontzettend gemotiveerd zijn... om te werken aan gezondheid voor hun kind. Maar hè, dat geeft, geeft mensen ook een, nou, een mogelijkheid... om te werken aan hun eigen gezondheid. Ja, het is ook voor jezelf goed. Ja. Ja. En kun je nog eens uitleggen wat, als je het niet doet... wat, wat dan uh, de gevolgen kunnen zijn? Um, Waarom het belangrijk is eigenlijk, is eigenlijk mijn vraag. Ja. Ja, nou, als je bijvoorbeeld kijkt dat uh, als je foliumzuur, dus een vitamine, uh, wat je nodig hebt voor de uh, aanleg van uh, nieuwe cellen, en vooral in die hele vroege zwangerschap, weten we dat er nou, enorm veel nieuwe cellen worden aangemaakt. Hè. Er is een enorme nou, eigenlijk ontwikkeling, juist al in die hele vroege periode. Als je het misschien nog niet weet dat je zwanger als je, bent. Juist, als je dus inderdaad zelf ook nog niet weet dat je zwanger bent... En als je foliums nou, hier juist al voorafgaand aan de zwangerschap gebruikt... dan weten we dat de kans op het krijgen van een kindje met aangeboren afwijkingen... Ja, evident verkleind wordt. Ja. Eh, dus dat is bijvoorbeeld... Hè, nou, daarom is het belangrijk om dat vroeger... Ja. Vroeg en juist voorafgaand aan de zwangerschap. al optimaal te hebben. Ja, ja dus dat zou kunnen, een, een gevolg kunnen zijn. Als ja. Je dat niet doet. Ja, ja, het verkleinen van de kans op aangeboren afwijkingen. maar dat geldt hetzelfde ook. Hè, het verkleinen van de kans op vroeggeboorte. het verkleinen van de kans op groeivertraging van de baby. Dus alles. Uh, uh, nou, wat je kunt verbeteren voorafgaand. Ja, doet echt de uitkomst van je zwangerschap verbeteren. Ja, oké. Okay. En gaat dat en roken bijvoorbeeld? Roken en alcohol, hoe zit dat? Waarom is het goed om dat niet te doen? Ja, omdat nou, eigenlijk roken en alcohol uh, uh, hetzelfde ook gaat met toch inderdaad, hè, dus aangeboren afwijkingen of uh, een kleinere groei van de baby, meer kans op miskraam, uh, vroeggeboorte. Ook, ook die factoren spelen daarbij uh, een rol. Ja. 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 Hey, ja, want je zegt ook uh, dat je goed geïnformeerd uh, keuzes maakt en uh, ook op behandelt. Zijn de mensen nog vaak dan niet goed geïnformeerd? Ja? ja, hoe komt dat? Ja, uh, nou ik denk deels uh, te maken ook heeft met uh, het stukje kennis. Hè. Het is relatief toch nieuwe kennis, ook binnen ons vakgebied van de, van de verloskunde. Dus dat speelt daarbij een, een rol, algemene kennis in zijn algemeenheid. Um, en die kennis heeft zich nog niet heel duidelijk vertaald ook naar uh, nou, eigenlijk de doelgroep, hè, de aanstaande ouders. Daar hebben we al hè, een hele grote. Uh, slag gemaakt door bijvoorbeeld hè, de, de betrokkenheid van de overheid bij het programma Kansrijke Start. En dat betekent dat de overheid uh, ook betrokken is bij het, nou, het zorgen voor een, een goede, uh, eigenlijk, start van, uh, van kinderen. Ja, dat is een um, programma wat door de, de overheid ja, wordt aangeboden. Ja, dus dat is ja. een programma van de overheid. Dat die, nou, daarvan zien we echt al wel de effecten. Um, maar, maar nog niet volledig hè, dat, patient, of dat mensen zijn geïnformeerd. En dan bedoel ik aanstaande ouders in zijn algemeenheid. Je zou kunnen zeggen: hè, we weten dat het ook verder nog geïmplementeerd moet worden, in onderwijs ook daar wordt heel erg hard aan gewerkt zodat iedereen eigenlijk nou, weet hè, hoe, hoe biologie werkt en dat je voorafgaand aan ja, je zwangerschap of kinderwens al, uh, al die kennis moet hebben je bedoelt niet het onderwijs voor geneeskundestudenten studenten, nee, ooit, nee, maar gewoon nee, nee, echt basisschool of zo. Basisschool, ja dus dat school, is inderdaad ja. hè dus kennis gaat dan alleen hoe groeit een baby in de buik maar dat ja gewoon het hele plaatje ja ja, ja. Dus dat dat er ook bij. En een andere factor waarom het eh, toch nog onvoldoende aan de orde is, is dat eh, nou, we ook hè, denken dat dokters eh, of zorgprofessionals onvoldoende van deze kennis op de hoogte zijn. Um, dus en dan dat, bedoel je alle zorgprofessionals? Ja, of? daarmee bedoel ik inderdaad. Jij wel, neem ik ja, aan. ja nou, ik wel. Nee, ja. Uh, ja, nou, hè, we, we, de kennis uh, bevindt zich met name toch binnen het nou, verloskundige, het gynaecologische vakgebied. Uh, Verloskundigen weten dat ook. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid zijn eh, niet alle medisch zorgprofessionals eh, daarvan op de hoogte en daar bedoel ik niet alleen de artsen maar dus ook inderdaad verloskundigen, fysiotherapeuten die hier een rol kunnen, kunnen spelen. En een andere reden is dat dit natuurlijk, hè, als zorgprofessionals in de huidige setting houden we ons vooral bezig met, ja. Curatieve zorg, hè, mensen echt beter maken. En, en nou, dit vakgebied is ook eigenlijk heel erg nieuw dat het valt onder preventie. En eh, ja, preventie is nog iets, niet iets wat we hè, waarin eh, we heel duidelijk met elkaar de afspraken hebben gemaakt dat we. Ja, dat ook gaan doen. En ik vind dit echt... Hè, dit is echt een onderdeel van goed zorgverlenerschap. Ja. Uh, goed dokters zijn. Dus dit onderdeel hoort in de, in de zorg. Ja. Daar gaan we aan werken nu. Ja, dus met preventie bedoel je dan uh, preventief ja. natuurlijk. Dus ja, dus voor, voorkomen nou, nou, het, van... Voorkomen van ongezondheid. Of ja. juist inderdaad het behouden van optimale gezondheid. Ja. Ja. ja, en je hebt zelfs volgens mij ook een oproep. Hè? Want uh, jij wil graag dat artsen ja. en dokters in zijn algemeenheid. Ja, ja ligt eigenlijk zelf maar eventjes uit. Nee, dat klopt. Je nou ja, wij binnen de nou ja, de verlos kunnen zeggen, ik, hebben, hebben we de kennis en hebben we, kunnen we mensen toeleiden naar de juiste tools? Want die zijn er. Um, maar eh, ja, ik ben eigenlijk vaak natuurlijk. En meestal zien we de mensen pas als ze zwanger zijn of als het zwanger worden wat lastiger gaat. En mijn oproep is dus inderdaad aan alle zorgprofessionals. Stel de vraag: wil je het komende jaar zwanger worden? Hè, maak het onderwerp zwangerschap bespreekbaar of het onderwerp kinderwens. Normaliseer dat. Hè, weet dat er uh, voorbereiding nodig is. Geef mensen ook de mogelijkheid om zich voor te bereiden. En vandaar, ja, dat, dat kunnen wij niet alleen. Daar heb ik mijn collega's voor nodig. Ja. ja, want veel mensen zullen niet misschien bij een dokter zijn natuurlijk in die fase, als je niet in het ziekenhuis komt en dan ja. denk je, dan hou je dat misschien ja voor of je, je zegt fysiotherapeut samen. als je voor de ja, fysio, de fysio ja. komt, dan, dan verwacht je natuurlijk ook niet. want nee. hoe ziet dat er dan? hoe moet een fysio ja. daarmee? hoe uh, kan die daar rekening mee houden? nee, nou ik denk dat het belangrijk is, hè, mensen, ik als goed om te benoemen dat uh, we we uit onderzoek weten dat mensen heel graag goed voorbereid starten ook aan de zwangerschap. Um, en um, dus mensen vinden het stellen van de vraag, daar is veel nog discussie over, niet zo heel erg raar. Maar je moet wel het juiste moment en welke ook vinden. Je? Het, wil je het komende jaar zwanger worden. Okay, dus ja. of je, inderdaad, of een fysiotherapeut kinderwens, als een fysiotherapeut dit zou vragen, dan ja, probeer natuurlijk inderdaad, stel dat niet, als je een patiënt voor de eerste keer ziet, of een cliënt. Vaak wordt het op prijs gesteld als je een vertrouwenspand hebt. Of probeer zeggen we. Eigenlijk het haakje te vinden om, om toe te leiden naar het onderwerp, kinder, ja. kinderwens. Maar dat gebeurt te weinig. Nu. Want dat gebeurt te weinig. Ja. Dat gebeurt te weinig. En dat wordt eigenlijk heel vaak platgeslagen van: goh, ja, als ik kom met mijn uitgegroeide theenagel. Uh, <laughs> uh, uh, maar dat is denk ik niet. Hè, probeer gewoon. Uh, bespreek met je cliënt: hoe, uh, hoe denk je over kinderwens? Of um, hoe zie jij je toekomst? En uh, gaandeweg in zo'n vertrouwensband, uh, kun je dit onderwerp bespreken? Ik vind dat we het echt. Uh, we moeten die vraag gewoon Eerde stellen. Ja. Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje. Ja, het is een ja. heel mooi bruggetje. Want uh, we hebben deze vraag ook voorgelegd aan onze volgers op Instagram. En ja. hij is maar zo ingevuld, weer eh, in. Ja, 1900 mensen hebben gestemd. Ja, we veel. hebben dus mensen gevraagd: Vind je het vervelend als een arts vraagt naar je kinderwens? Nou ja, 88% zegt nee, dat vind ik niet vervelend. Dus daar zal jij blij mee zijn. denk ik. Ja, daar ik. ben ik heel blij mee. Ja, ja. Daar ben ik echt heel blij mee omdat, uh, om dat te horen. Omdat we nou, echt veelvuldig, juist ook van collega's, uh, zorgverleners uh, uh, de reactie krijgen van. Nou, wij vinden hè, wij zien echt niet uh, hoe we deze vraag moeten gaan stellen. Dus ik vind nee. het heel fijn om te horen uh, dat uh, uh, aanstaande ouders die vraag graag gesteld hebben. Oké, okay, maar Annemarie dan nou, die fysiotherapeut heeft de vraag gesteld. Uh, en dan. Nou, want het is inderdaad heel erg de fysische derpeut. Stijl de vraag van god, wil je het komende jaar zwanger worden? Nou, dan heb je natuurlijk een aantal antwoordopties. En eh, er zijn dan inderdaad een nou, keuzehulp ontwikkeld waar de zorgverlener eh, die patiënt dan naartoe kan leiden. Hè, dus is het antwoord ja, eh, dan kun je patiënten verwijzen naar eh, nou, goed zo voorbereiden op een zwangerschap via www.zwangerwijzer.nl. Eh, maar is het antwoord nee of nog niet? Hè, dan is het belangrijk dat je mensen juist wijst op het gebruik van van anticonceptie. Andere stellingen. We hebben nog een paar stellingen voorgelegd. Uh, meer kennisachtige stellingen. Um, de, eerste stel de eerste vraag was... Uh, wat is waar over gezond zwanger worden? Uh, is het zo dat het advies is om te stoppen met alcohol... Uh, zodra je zwanger bent? Is het advies om... Uh, is het zo dat foliumzuur niet nodig is... als je maar gezond eet? Uh, of is het zo dat stress invloed heeft op de baby... Nou, het was een beetje een strikvraag. Um, het was ongeveer de helft, de helft van de mensen dacht dat het advies over alcohol dat dat, uh, waar was. En de andere helft dacht dat, dat stress uh, invloed had op de baby. Nou, het was in die zin een beetje een strikvraag. Het goede antwoord was natuurlijk het laatste. Stress heeft invloed op de baby. Um, maar dat alcohol, want dat alcoholadvies. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Want het advies is eigenlijk om te stoppen. Voordat je zwanger bent natuurlijk. Hè? Ja, ja. Nou, we weten uh, dat alcohol eigenlijk echt een, nou, een, een, een giftig of een toxische stof is. En dat betekent dat ook uh, ja, alcohol eigenlijk hè, van invloed is op die nou, laatste fase van wat we noemen eigenlijk ontwikkeling of uitrijping van die zaadcellen en die eicellen. En daarmee dus inderdaad hè, een effect kan hebben op de, op de gezondheid van de baby. Dus wil je gewoon He, als aanstaande ouder echt niet dat je kind wordt blootgesteld aan alcohol, dan is het advies om ja, te stoppen vanaf het moment dat je uh, zwanger wil worden. Ja, dus ja. Dat, dat was eigenlijk ook een beetje die strikvraag. Ja. Want we hadden gezegd: pas als je zwanger bent. Ja. Maar het advies is om te stoppen voordat je zwanger ja. bent. Want volgens mij, je hebt ook wat cijfers uh, daar... Ja. of wat percentages daar, want het gebeurt nog heel weinig hè, volgens ja, mij. Ja, klopt. Daar is ja. nog wel een verbeterslag. Nou, daar is er zeker een, een verbeterslag ook, uh, ook te halen... als het gaat om inderdaad die uh, nou, blootstelling aan bijvoorbeeld, alcoholgebruik. Ja. Want hoe, hoe zit dat met percentages? Hoe vaak gebeurt dat nog? Ja, als we kijken... Uh, nou, vooral hè, dat, 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 dat advies stoppen vanaf het moment van kinderwens is... Uh, nou, nog redelijk nieuw. Uh, en, maar daarvan weten we dat dat echt een relevant advies is. Omdat uit de cijfers blijkt dat bijna 50% van alle vrouwen met kinderwens nog hè, rookt. in die vier weken voorafgaand aan de zwangerschap. Um, 50%? Ja, ja bijna of 50%. Drink? Nee, sorry, alcohol drinkt. alcohol drinkt. Ja, sorry. Nee, alcohol drinkt. Sorry. <laughs> ja. Goed, dank je. We hadden nu over inderdaad alcohol, over alcohol. Dus waar Van, de, ja. van ja. alle vrouwen die ja. in verwachting raakt. Ja, dus inderdaad, bijna 5, 43% om precies te zijn. Ja. Nou, is het idee daarbij volgens mij een beetje van nou die eerste weken dan is de placenta nog niet gevormd en is er geen connectie tussen jouw jouw bloedbaan en die van de baby dus het loopt niet zo vaart ja hoe ja. zit dat dan ja, nou ja, dat is inderdaad wel uh, de gedachte die de meeste mensen hebben. Uh, klopt, er is op hè, natuurlijk inderdaad, de placenta gaat pas na een aantal weken functioneren. Maar dat betekent niet dat je kind blootgesteld, niet blootgesteld kan worden op, op een andere manier dan door bloeding van de placenta aan die giftige stoffen. Hè, dat, uh, uh, of ook aan gewoon positieve, optimale stoffen zoals het gebruik van foliumzuur. Ja. Ja. Dus, dus hè, de doorbloeding van de placenta is geen maat... Voor uh, um, uh, ja, het voorkomen van, uh, van blootstellingen. Hey. Ja, en alcohol okay. is gewoon toxisch. Ja. 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 En qua, nou, we komen misschien later nog op de man. Daar komen, we, daar zullen we het later over hebben? Ja, wat, precies, uh, want, uh, hoe zit het met hem? Ja, klopt. He? Want we hebben ook veel open vragen binnengekregen. Daar gaan we later ook. En dat zijn alleen maar vrouwen, maar de man heeft ook een hele belangrijke rol. Ja, maar dan gaan we zo meteen inderdaad uh, uitgebreid uh, of verder. Ja, we gaan nog één stelling doen. Ja. Uh, wat kan helpen om gezond zwanger te worden? hebben we gevraagd. Uh, is dat een gezond gewicht? Uh, stoppen met cannabis? Uh, of de kattenbak niet meer verschonen? Uh, of is het alle het bovenstaande? Nou, de meeste mensen gingen voor dat laatste antwoord, 85 Dit was ook wel een hele makkelijke vraag, uh, ben je Ja, dit. wel hè? Ja. Behalve die kattenbak. O, ja Misschien. Dit, ja. Ik weet niet of iedereen daarop dan op de hoogte is. Nee, ik denk dat het uh, goed is. Hè? Het gaat met name om nou, de katbakverschonen hangt samen met een infectie en met toxoplasmose. Uh, we weten dat dat natuurlijk hè, een infectie is die, met name als je die in de zwangerschap oploopt, dat okay. die van invloed kan zijn op de um, uitkomst van de zwangerschap. Ook hier geldt nou, weer uh, praktisch om je heel erg bewust te zijn uh, van dus inderdaad die mogelijke infectie. Juist als je uh, katten hebt, of bijvoorbeeld groentes niet goed, uh, goed wast, als daar toch inderdaad uh, uh, contact is geweest met poep. Dus nou, zorg dat je gewoon je van tevoren, denk ik, heb heel praktisch bewust bezig bent met hygiëne. Ja, iemand is vast zo'n vooruitblikje We hebben naar de open vraag. Iemand vroeg: um, Moet je je laten testen als je zwanger bent op die toxoplasmose? Als je heel veel katten hebt. Wat is toxoplasmose? Even voor mij ook een uh... ja, uh, <laughs> moeilijk nou, woord. Uh, nou, toxoplasmose is inderdaad een, een, eigenlijk een parasiet. En daarmee maakt het, dus it, it, kan je een infectie oplopen met, uh, met die parasiet. En die kan dus uiteindelijk zorgen voor uh, miskramen of ook aangeboren afwijkingen bij de baby. En uh, dat zit dus onder andere in uh, uitwerpselen van uh, katten. Ja. En dat kan je dus op, als je groenten niet goed schoonmaakt ja dus in de kattenbak verschonen of bijvoorbeeld inderdaad uh, werken in de tuin uh, uh, dus dat zijn allemaal zaken die, waarin je dan inderdaad uh, die infectie kunt oplopen uh, de meeste mensen hebben um, uh, die katten hebben die hebben die infectie vaak al doorgemaakt um, dus we hebben uh, in Nederland uh, uh, gekozen en het advies gegeven om in ieder geval als je maar gewoon zorgvuldig uh, je omgaat met hygiëneadviezen uh, of mensen bijvoorbeeld vraagt hè, om in een zwangerschap bijvoorbeeld uh, de katbak voor je te verschonen. Ja. Uh, uh, dat de kans op is, het doorlopen ja. van die infectie uh, niet heel groot ja, is. Ja, gewoon nou, je, hoeft dus niet vooraf, je hoeft vooraf geen onderzoek naar te laten doen. Of nee, het, uh, nee nou, dat, theoretisch zou dat wel kunnen. Kunnen natuurlijk, ja. hè, maar dat is niet wat we adviseren. Nee, nee. Oké. Okay. Nou, het is een vervelend klusje, dus gewoon lekker aan je partner overlaten als dat, uh, als dat kan. Um, ja, volgens mij waren dat uh, de stellingen. Ja. Um, nou, we hadden het er net al heel even over. Uh, de invloed van de man op uh, een, een positief of een gezonde zwangerschap. Hoe zit dat? Ja, nou daar ook hier he, uh, de, he, moeten we nog heel veel meer kennis verzamelen. Ik denk dat het belangrijk is dat we uh, de man ook binnen onze zorg... en, en in de wetenschap eigenlijk nou ja, een ondergeschoven kind is geweest. Altijd is de aandacht uitgegaan naar de vrouw. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig om nieuwe kennis te verzamelen. Wat we vooral weten nu is dat uh, met name dus inderdaad als er... Nou, Ongunstige omgeving is. En dan heb je het bijvoorbeeld toch over uh, alcohol en roken, maar ook inderdaad stress. Uh, blootstelling aan stress, dat dat met name weer zijn invloed heeft op die nou, ontwikkeling of uitrijping van die zaadcellen. En daarmee gaat dat voor mannen samen met ja, een moeizamere kans... met name ook op zwanger worden. Uh, en, en dat is eigenlijk het, het fenomeen waar we ons meest in de spreekkamer ook op richten. Ja. Ja. Dus dan kan het langer duren ja. of niet lukken misschien om ja. zwanger te worden. Ja, klopt. Ja. En geldt die vraag dan, hè, heb je een kinderwens ja of nee, ook voor de man? Ja. Ja, dus ja. Het is niet alleen de vrouw. Nee, nee. nee. En, dan, en dan natuurlijk een ander fenomeen. Want we richten ons nu heel erg op die, op die leefstijlfactoren. Hè. Maar bijvoorbeeld ook: hè, er kunnen erfelijke aandoeningen spelen uh, binnen de familie van uh, de man of uh, bij de partner zelf. Er kan een, een erfelijke aanleg zijn voor een ziekte. En dan is het ook belangrijk om daarover geïnformeerd te zijn. En wat betekent dat nou precies voor mijn of ons kind, uh, um, en, en dat je daarover een keus kunt maken. Dus het, uh, de man, uh, dat is, uh, en dat geldt dus sowieso voor gezond zwanger worden... het is meer dan alleen maar uh, blootstelling aan uh, nou, uh, ongunstige leefstaffactoren. Ja, en die erfelijkheid, uh, is dat iets wat je kunt laten testen? Wanneer moet je daarvoor komen ja. voorstellen dat je dat ook niet weet? Nee, nee. We, nou, je kunt uh, dat is eigenlijk uh, je kunt je zeker laten testen op bepaalde erfelijke aandoeningen. Uh. Vaak heb je daar wel... Hè. We, hebben, we werken ook binnen dit vakgebied steeds meer samen met uh, klinisch genetici. Ja. De ontwikkeling met uh, erfelijke aandoeningen... of de ontwikkeling in de kennis en overdraagbaarheid van ziektes... zijn enorm toegenomen. Uh, we weten dat als je bijvoorbeeld een paar hebt... Um, waarbij je eigenlijk met elkaar verwant bent... dat de, gro uh, de kans groter is op het doorgeven van uh, een erfelijke afwijking. En daarover kunnen ouders dan gericht geïnformeerd worden. Dus ja. hè, ook... Het stukje erfelijke aandoeningen, um, uh, ja, krijgt in dit stukje gezond zwanger worden echt aandacht ja. binnen de zorg. Ja, en, uh, we hadden het er net al heel klein beetje over. Hoe, hoe ziet dat er dan bij jou in de praktijk uit? Je jij krijgt uh, ouders met een uh, kinderwens in de praktijk. Uh, wat bespreek je dan met ze? Ja. Nou, we, we vragen uh, ja, eigenlijk algemene gezondheidsfactoren uit. Uh, we vragen bijvoorbeeld ook het beloop van eerdere zwangerschappen uit. Het gebruik van medicatie. Uh, je uh, ja, vraagt van de partner ook zijn gezondheid uit. Waar we uh, nu ook heel veel aandacht voor hebben, is juist ook om mensen bewust te maken. En wanneer zijn zij bijvoorbeeld zelf? Bij welke zwangerschapsduur zijn zij geboren? Of hoe zwaar waren zij bij de geboorte van de van het kind, omdat we weten dat hè, die effecten zich kunnen, kunnen voordoen oh, in, een, dus het in het lateren. als je bent zelf te vroeg geboren... dan is de kans groter dat jouw kind ook te vroeg geboren ja, wordt? Ja, okay. dat kan een rol spelen. En ook ja. dat geldt hetzelfde voor, uh, voor het geboortegewicht. Okay. We, uh, we vragen uh, nou, de erfelijke aandoeningen uit... Uh, of mensen gevaccineerd zijn. Uh, want ook dat zien we tegenwoordig wel wat minder vaak. Hè? Dat je bijvoorbeeld als aanstaande ouder. of met name aanstaande moeder. beschermd bent tegen bijvoorbeeld de rode hond. Okay. Um, ja, want als je deze infectie oploopt in de zwangerschap, uh, dan kan je ook weer kans hebben om een kindje met aangeboren afwijkingen. Dus we vragen eigenlijk heel veel uit. Ja. Uh, en vervolgens doen we ook onderzoek. Dus we kijken met name naar, heb je een goede bloeddruk? Um, heb je een normale lengte-gewichtverhouding? En, en dat maakt dat wij, uh, zeg ik altijd, een, nou, een soort van, aan het einde van dat gesprek uh, maak ik een, een overzicht van ja, de, de aandachtspunten. Uh, om zo optimaal mogelijk een zwangerschap in te gaan. Ja, dus dan krijg je een advies mee. Ja. Waarom. En dan krijg je. Nou, De bedoeling is dat we hè, niet de eerste keer, dat is denk ik goed, hoe gaat de inhoud van dat, uh, van dat consult? Je krijgt niet de eerste keer vaak al een, uh, al een advies mee. Uh, met name niet paren met uh, gezondheidsziekten, want nou, de crux zit hem eigenlijk in die multidisciplinaire zorg. Ik stem af met alle zorgverleners, um, nou, goh, hè, wat is de invloed van de ziekte die jij hebt op de zwangerschap? Ja. Of wat is de invloed van de zwangerschap op jouw ziekte? En dat doe je met de behandelende arts voor je ja. Voor... ja, dus stel je hebt een hartaandoening. Dan ja. met de cardioloog. Ja, dus de ja. hartaandoeningen, de uh, vrouwen met longziekte, die bespreken we met de longarts. Ja. Uh, met nierziekte met de nefroloog, zodat je met elkaar bepaalt uh, wat het moment uh, heeft deze mevrouw bijvoorbeeld al optimale medicatie. Is, zij, is haar ziekte al stabiel genoeg om zwanger te worden? Zodat dus ze gezond dat, uh, zwanger kan worden. Ja, ja, zodat je gezond... Dus je hebt tijd nodig, in, ook in dat consult. Ja. ja. En het is... Uh, volgen jullie ze dan ook? Ja. Na de zwangerschap en daarna? Ja. Is het op lange termijn? Ja, wat we uh, doen is dat nou, de meeste vrouwen die komen dan ook, juist ook omdat ze in het Erasmus MC bekend zijn, um, uh, ook terug bij ons als ze zwanger zijn. Dus dan vervolgen we ze ook hier in de zwangerschap. En we hebben dus ook dan eigenlijk, en dat is voor mensen heel fijn, hè, ze hebben al kennis gemaakt met degene die in de zwangerschap voor ze gaat zorgen. Ja. En um, nou, ze hebben sowieso een moment gehad om een keus te maken. Willen wij die risico's van de zwangerschap aan? Want ik denk wel dat dat. Geldt ook voor vrouwen die hier in het Erasmus MC onder controle zijn. Vaak hebben wij de zogenaamde hoogrisico-zwangerschappen. Dat betekent dat je vrouwen ziet die uh, ja, vanwege bijvoorbeeld hun onderliggende gezondheid meer kansen hebben op zwangerschapscomplicaties. Maar dan uh, kunnen we een zo optimaal mogelijk plan uh, met ze maken. Zodat ze voorbereid een zwangerschap ingaan. Hè. Ja. Want ik denk dat de belangrijke. Ook al heb je een hoog risico zwangerschap. Um, je kunt besluiten om af te zien van een kinderwens. Um, maar wij gaan hoe dan ook goed voor ze zorgen. Ja. ja. En dat is natuurlijk, hoe is dat dan als dat goed gaat? Ja, nou, Gaat het vaak goed? Um, ja. Het, het, nou, ik denk wel ook dat dat een van de. Andere voordelen is van preconceptiezorg. Tuurlijk heb je vrouwen met een chronische aandoening die uh, uh, meer kans hebben op complicaties. Uh, maar wat we wel zien is doordat we van tevoren zo'n goed plan hebben. Uh, um, ja, merk je ook dat je eigenlijk al voorbereid mensen op de zaken inspringt. Dus het maken van een goed plan ja, verbetert wat mij betreft wel echt ook die uitkomst van die zwangerschap. Dan wel in ieder geval uh, uh, de verwachting bij, uh, bij de aanstaande ouders. Ja. En als je gezond bent en uh, je wil zo'n consult, kan dat dan ook? Ja, nee, dat kan absoluut. We hebben uh, ook algemene preconceptiezorg, consulten of kinderwensconsulten, zoals dat ook wel heet. En deze worden uh, aangeboden door uh, verloskundigen, door huisartsen. Um, en dus dat, er is een kinderwensconsult voor iedereen. En je kunt je zelfs ook voorbereiden op dat kinderwensconsult um, uh, door bijvoorbeeld een ja, een applicatie via internet beschikbaar in te vullen. Die heet zwangerwijzer.nl. Oké, okay, zwangerwijzer.nl. Kun je gewoon uh, opzoeken? Oké. Okay. Nou, dat is een tip meteen. Ja. Nou, en een mooi bruggetje. want uh, we gaan zo meteen afsluiten met wat vragen van uh, volgers op Instagram. Uh, maar voordat we zover zijn, heel belangrijk. Uh, ja, mensen willen vooral ook wat, ja, wat kan de vrouw doen? Of tips om gezond zwanger te worden. En natuurlijk ook, we hebben het net al een klein beetje over gehad: wat kan de man doen? Waar moeten, wat zijn even de basics aan tips, waar zowel de vrouw als de man aan kan denken om gezond zwanger te worden. Ja, um, nou wat ik sowieso altijd zeg, we hebben een aantal websites waar je naar kunt kijken. Uh, dat is www.strakzwangerworden.nl van uh, van de overheid. Uh, het is belangrijk om uh, die vragenlijst via zwangerwijzer.nl in te vullen, waarin je voor een aantal ja eigenlijk risicofactoren of punten van aandacht al hè, informatie opvindt. Wat is nou belangrijk? En dat gaat. We hebben het net al gehad over roken, maar dat gaat hè, ook specifiek juist om mentale gezondheid. We weten hoe eh, dat het superbelangrijk is om mentaal goed in je vel te zitten. Dus daar komen. Uh, punten van aandacht uit waarvan je zegt: Hé, hey, daar kan ik aan werken of dat is belangrijk, met meteen een actiepunt. Wat kan ik Echt? doen om dat te verbeteren? Uh, dus dat is de zwangerwijzer.nl tool. Uh, zelf is het belangrijk om ja, bijvoorbeeld de, uh, foliumzuur te gebruiken uh, voor, dat, de voor de net zeggen ja. dat is he, uh, belangrijk in ieder geval nu zoals we het bewijs hebben voor de aanstaande zwangeren. om uh, um, uh, um, uh, voldoende inderdaad vitamine D in je voeding op te nemen. We verwijzen dan eigenlijk ook ga naar de website van het voedingscentrum.nl. Uh, daar staan adviezen over gezonde voeding um, rondom uh, kinderwens. Die weten we dat die belangrijk zijn. Um, daarnaast is het belangrijk om zo gezond mogelijk te bewegen. Uh, ook daar is nou, gezondheid. Uh, en hoe, beter, hoe fitter je aan een zwangerschap begint, hoe fitter die uitkomst ook is. Dus dat kun je zelf eigenlijk allemaal doen als praktische tips. Naast natuurlijk checken of je beschermd bent uh, voor uh, infecties zoals de, de rode hond. Uh, concrete adviezen, naast natuurlijk inderdaad het stoppen met roken, uh, het stoppen met het uh, gebruik van, uh, van alcohol. Ja. En drugs. En, en drugs. drugs, ja. En drugs. Drugs. ja. Maar alcohol ja. is ook een beetje drugs, Dat hebben ja, we de vorige eigenlijk ook met toxicologie ja. Uh, besproken. Ja, en voor de man zou ik eigenlijk ook zeggen, even, ja. ja. even schaamteloos reclame maken, we hebben ook ooit een podcast opgenomen over de, de kwaliteit van het mannelijk zaad, dus die kun je ook terugluisteren, maar jij hebt misschien ook nog dit. Ja. Nee, ik, nou ja, voor de man geldt hetzelfde. Hè. Stop uh, vooral uh, een zo gezond mogelijk gewicht en stoppen met het gebruik van roken, alcohol en drugs. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste adviezen die we geven. Naast dat dat goed is voor jezelf en nou, hè, de ontwikkeling van je zaad en de kans op zwanger worden, help je daarmee ook uh, je partner. Uh, omdat het natuurlijk nou, heel erg lastig is uh, om, stel dat je allebei rookt, uh, om dan uh, om te stoppen. Met, uh, ja. met roken ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus het is een enorme stimulans. Motivatie ook dus het is ja, motivatie om het samen te doen. Van begin tot eind echt samen. Ja, ja. 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 oké, okay, helder. Ja, we gaan nog door naar wat vragen van, uh, van volgers. Ja. Want we zijn er toch nog niet helemaal doorheen. Mensen hebben heel veel vragen hierover. Ja. Uh, dus het leeft onwijs. Um, ik denk om even op die alcohol en die drugs uh, aan te haken. Iemand vraagt. Um, wat nou als je in je verleden best wel veel alcohol en drugs hebt gebruikt, is dat nog iets wat invloed heeft op de gezondheid van je kind? Als je gestopt bent. Je bent nu gestopt, maar je hebt wel een verleden van alcohol en drugsgebruik. Ja, nou, in zijn algemeenheid zeggen we... dus als je na nou, enige tijd gestopt bent met die, met die blootstelling... Eh, dan heeft dat op die manier geen invloed meer. Eh, maar het kan natuurlijk bijvoorbeeld wel samenhangen met een reden... waarom je eh, ja. in het verleden eh, nou, veel van die eh, middelen hebt gebruikt. Eh, soms kan dat toch ook samenhangen met nou, je mentale gezondheid. En als dat een rol speelt, ja, dan is dat natuurlijk wel eh, een reden... Om, eh, om voorafgaand aan de zwangerschap te kijken... Ben ik mentaal stabiel genoeg nu? Ja, iemand anders vraagt: uh, het gaat ook over voeding. Wat he, hebben, hebben energiedrankjes invloed op je vruchtbaarheid? Um, nou, we hebben uh, energiedrankjes die bevatten. Uh, uh, afhankelijk van hoe je, hoe je ze neemt, natuurlijk sowieso heel veel suiker, maar vooral ook inderdaad uh, extra cafeïne. En uh, we weten van als je nou, te veel cafeïne neemt, maar dat geldt hetzelfde voor koffie. Daar ook hebben we uh, adviezen om nou, zeg, hè, uh, niet meer dan drie tot vier eenheden cafeïne per dag in te nemen voor nou, die optimale uitkomst van de, van de... De zwangerschap. Ja, dus ja. Dan die energiedrankjes zijn eigenlijk ook niet zo. Nee, dat ontraad ik echt altijd. Hè? Ja. Dat is uh, in mijn spreekuur, dat uh, benoem ik ook. Ja, ja. oké. Okay. Iemand vraagt um, als je nou jarenlang de pil hebt geslikt en je stopt, moet je dan nog even wachten? Of kan je meteen zwanger worden? Is dat gezond? Hoe zit dat? Ja. Nou, we, ik, goed, nee, in principe is het zo dat je meteen zwanger kunt worden. Uh, ik leg concreet ook eigenlijk altijd uit. Hè, je, wat vooral vaak nog heerst, die, het fenomeen, is dat mensen denken dat als ze de pil hebben gebruikt jarenlang, dat het ook dan een tijd duurt voordat ja. de cyclus zich weer hervat. Nou, dat is niet het geval. En ik probeer dat gewoon praktisch inzichtelijk te maken. Door mensen te zeggen. Je moet die pil iedere dag innemen, dus je moet je lijver iedere dag aan herinneren uh, dat die pil belangrijk is. Uh, dus hè, je cyclus moet min of meer na het stoppen van de anticonceptiepil uh, meteen terugkomen. En uh, er is ook inderdaad uh, nou, geen bewijs dat, uh, uh, als je op dat moment dan direct zwanger wordt, uh, dat dat meer kans geeft op complicaties in de zwangerschap of voor gezondheidsproblemen nee. op langere termijn. Oké, okay, dus het is niet zoiets dat je zegt: ik moet weer even resetten of opstarten. Nee. Dat is allemaal nee. Uh, nee. niet waar. Nee. nee. Oké. Okay. Ja, en dan misschien deze ook nog. We hebben het er al veel over gehad, hè? natuurlijk uh, uh, alcohol. Uh, stel je wil zwanger worden, maar toch af en toe, je, je bent het niet, toch af en toe nog wel wat wil drinken. Kan dat? Is dat verstandig? Of uh, hè, als je toch niet weer zwanger bent geworden? Maar eigenlijk heb je het al een klein beetje ja, beantwoord. Hè? Ja. Dat ja. Zeggen, ja. Nee, ja. Ja. nee, ik denk hè, als, je, uh, uh, als je zegt. Hè, dit is echt iets wat ik uh, uh, absoluut niet wil, of ik wil, uh, dan is het advies om geen alcohol te gebruiken. Um, nou, moeten we weer terug naar hè, hoe hoe we kijken naar alcohol in de samenleving is dat alcohol heel erg wordt geassocieerd met ja toch een leuk en een feestje en um, uh, maar je kunt ook denk ik op hele andere manieren uh, toch genieten van lekkere dingen ja. en alcohol uh, ja moet daar niet uh, een, een synoniem van zijn nee oké okay. er zijn wat mensen die vragen naar medicijnen hoe zit het met medicijnen zwanger worden bepaalde aandoeningen endometriose harttransplantatie niertransplantatie dat zijn denk ik allemaal dingen om met je dokter te bespreken. Dus als ja. je medicijnen gebruikt. Ja, ja, wat vooral belangrijk is, is de, rondom medicatie. Want dat zou ik wel heel graag willen noemen: is, heb niet als aanstaande zwangere eh, de reflex om te stoppen met je medicatie. Eh, dat is wat we in het verleden heel veel zagen en ook nog wel zien. Hè. Mensen zijn. Ontzettend gemotiveerd om goed te zorgen voor een ongezond of een ongeboren kind. En eh, nou dan is het juist belangrijk om wel overwogen na te denken over het gebruik van medicatie een aantal medicatie draagt dus bij aan de gezondheid van je kind, omdat je dan zelf als moeder zo nou, goed mogelijk bent gereguleerd qua uh, uh, allerlei problemen. Ja. Dus de boodschap is vooral bespreek met je arts of je medicatie gepast is um, en of je door moet gaan. En ga daarheen. Neem niet zelf het initiatief door te stoppen met je medicatie. En verder is het natuurlijk altijd zo. Um, nou, je noemde net even nierziekte of hartziekte. Um, nou, het is inderdaad multidisciplinaire afstemming. Um, Bespreek in ieder geval met je eigen hoofdbehandelaar dat je een kinderwens hebt uh, en zorg dat deze dan afstemt met de gynaecoloog zodat je een gezamenlijk plan kunt maken. Ja, dat ja. is gewoon onderdeel van dat plan. Duidelijk. Ja, duidelijk. Dan zijn we denk ik ook wel door de vragen heen. Uh, veel vragen zijn ook al voorbij gekomen in de podcast. Als ik naar de tijd kijk. Ja. Zie ik ook dat we dat we bijna door de tijd heen zijn. Is er nog iets waarvan jij zegt: uh, dat hebben we nog niet besproken, dat wil ik echt heel graag toch nog even kwijt. Nou, wat ik, in ieder geval, ik vond het heel erg leuk om hier te zijn om het onderwerp gezond zwanger worden te bespreken. En wat ik zelf eigenlijk graag nog wil noemen: als mensen toch nog meer informatie willen hebben over dit onderwerp. Eh, nou, samen met uh, andere collega's, uh, dus Nederlandse en Belgische collega's, heb ik uh, een boek geschreven. Oh ja. Dat heet uh, Gezond zwanger worden: Handboek Preconceptiezorg. Ik zal hem er even bij pakken, want hij ligt hier voor ons. Ja. En, ja, en dit boek is inderdaad, het is een boek geschreven over hoe en het waarom uh, van het gezond zwanger worden. En dat is een boek geschreven voor aanstaande ouders, maar ook voor zorgprofessionals. En dat bedoel ik alle zorgprofessionals, medische specialisten, uh, artsen, uh, verpleegkundigen, uh, iedereen die, uh, die uh, nou, te maken heeft met uh, patiënten. Nou, mooi, mooie tip. We zullen alle bronnen die je hebt genoemd ook nog even in de show notes zetten. Het boek erbij, de websites die je hebt genoemd. Kan iedereen terugvinden? Ja. ja. Hartstikke bedankt. We zijn heel graag veel gedaan. wijzer geworden. Dankjewel Annemarie en heel veel succes. Dankjewel. En uh, nou, wij, uh, ik ga graag verder uh, met uh, deze zorg.